De stad Kiljang ligt in een dal, dus dat betekent dat in de voormiddag goed moet worden geklommen. Het begint nu ook te regenen, dus veel zal er niet worden genoten van de wandeltocht. Tijdens mijn klimtocht naar het dorpje Coudon is mij iets vreselijks opgevallen, namelijk alle wilde buxusstruiken zijn hier afgestorven. En dat is iets wat ik goed ken, want in België zijn zo goed als alle buxushaagjes ook reeds opgevreten. Hier kijk maar eens naar een paar foto's die ik nog heb genomen in mijn tuin. De schuldige is de buxusmot, een vlindertje uit het Verre Oosten die zijn weg heeft gevonden naar Europa en zich razendsnel voortplant. Het resultaat zijn dus vieze rupsen die alle blaadjes aan een razend tempo opeten. Maar wat ik niet wist is dat die rupsen hier aan webdraadjes hangen en dat je ze als wandelaar continu in je gezicht krijgt, wat dus wel vies is. Het lijkt wel de bedoeling van die rups om zo proberen mee te reizen met de wandelaar, want ik zou anders niet weten waarom die dingen in het midden van de weg hangen. Wel, tijdens mijn eerste dagen heb ik heel wat wilde buxus gezien en ik heb nog gedacht van dat die plant hier goed overleeft. Niet dus, die rupsen hebben hier hun weg gevonden en vreten de ganse dag aan de plant tot alle blaadjes op zijn en dus zo afsterft. Het vlindertje vliegt vervolgens vele kilometer verder om terug eitjes te leggen en dat proces herhaalt zich meerdere keer per jaar. Je kan de buxusplanten spuiten met een product, maar begin dat hier maar eens, je zou hier de ganse berg moeten bespuiten. Wel, binnen een paar jaar is hier geen enkele buxusplant meer, dat is zeker. Ik heb geluk dat ik de berg van Bucharest nog heb gezien met heel wat mooie wilde buxusplanten. Ik zit hier in het dorpje Lafarge op enkele kilometer van Puyvert en je kan het kasteel al zien op de achtergrond. Alvorens ik naar het kasteel ga wandelen, neem ik jullie terug mee naar 22 juli 1208. Abt Arno Amaury kreeg de leiding om de Katharen uit te roeien. De eerste stad die werd aangevallen was Béziers. Omdat men de katholieken niet kon onderscheiden van de Katharen, werden alle inwoners vermoord. Een korte tijd later werd Carcassonne aangevallen en gezuiverd. De abt vond de combinatie van een militaire en een geestelijke leiding op den duur toch wel wat zwaar. Zeker dat er ook katholieken werden uitgeroeid. Dus werd de nieuwe opperbevelhebber gezocht. Na heel lang zoeken in de lagere adel werd Simon de Montfort gevonden die het bevel overnam. Zijn eerste belegeringen van enkele burchten waren een totale mislukking. Hij slaagde na enkele jaren een paar dorpen te overmeesteren, maar werd ook een paar keren aangevallen door onder andere de graaf van Foix. Hier in Nébias is er een interessante wandelus genaamd de Sentier Nature. Ze staat spijtig genoeg niet vermeld in het boekje, maar in het dorp staat de omloop beschreven op een bord. Het is zeker de moeite om de lus voor een stukje te volgen, om vervolgens hier terug af te knippen naar de Sentier de Qatar.
Het was toch nog 7 kilometer tot het kasteel van Puyvert, een Katharenkasteel dat eigenlijk het best is bewaard gebleven. Dat kwam omdat het strategisch niet zo goed was gelegen en de bewoners melden dat ze zich de dag daarna gingen overgeven. Groot was wel de verbazing van de Fransen toen ze de dag daarna geen levende ziel meer aantroffen. De bewoners waren er blijkbaar in geslaagd om te vluchten via geheime onderaardse gangen.